M-A-L-L-I. Papi Colo en Point. Manier van aten. Ik kan het niet vertellen wat ik dagelijks voel. Ja, rappen is niet cool. Ik doe het op gevoel. Ik pak een stoel. Druk op een knop. Staat de beat op. Dus schrijven zonder stop. Mijn aten. Vertellen hoe het zit. Wat ik voel wordt meteen door de mic gespit. Paper, pen, mic en een beat. Dan is Mali weer compleet. Mijn muziek is manier van aten. Pak de mic vast en gooi alles naar buiten. Mijn muziek is manier van aten. Pak de mic vast en gooi alles naar buiten. Rap is mijn medicijn. Gooi ik het eruit, doe het minder pijn. Rap is mijn medicijn. Gooi ik het eruit, doe het minder pijn. Ik ben op mijn 18e begonnen. Mijn teksten waren steun. De tijd ging me belonen. Ook al ben ik hier niet geboren, maar ik hou van dit land. Voor mij is het thuiskomen. Ik hou van hier zijn, ik hou van hier rijmen. Mijn manier van uiten is gewoon blijven schrijven. Pen en papier, juiste woorden vinden. Die me direct met mijn emoties verbinden. Ik heb donkere dagen, donkere nachten. Enkel muziek kan mijn pijn verzachten. Ik pak een pen en blijf gaan. Leeg te vullen van mijn blad en mijn bestaan. Mijn gedachten vloeien door de pen. Ik laat zien wat voor man I am. Haters blijven haten, laat ze maar praten. Ik blijf me aten met mijn maten. Papi Colo en Point, check ze, yeah. Papi Colo en Point. Ready Freddy? Freddy ready. Yeah. Rappen is ons brood, we rappen tot de dood. Zetten het op papier, voor ons plezier. Dit is onze manier van uiten, om het thema af te sluiten. Zo doen we het. Ja. Rappen is ons brood, we rappen tot de dood. Zetten het op papier, voor ons plezier. Dit is onze manier van uiten, om het thema af te sluiten. Papikol lyrics. Ik begon te schrijven op mijn 8-9 jaar. Door de dood van mijn pa verbeerde mijn emoties voor andere mensen. Daarom schreef ik teksten, dat is al iets dan niets. Rapte nog niet, luisterde naar Nino en zo. Waarheid, pakken de teksten, dat was het belangrijkste. Dat is wat me bevrijdde en me van die problemen te scheiden. Ben blij dat ik het kan delen met mijn maties. Point en Mali begon pas sinds 2012. In september met publiceren. In mijn jeugd was het al een droom, maar we stopten me achter een boom. Ik nam de zaak vast, zaagde de boom af, no hiding anymore. I want to score niet voor het geld, maar voor het te brengen om de waarheid op zijn plaats te zetten. Opende mijn eigen en niemand kan me nog klein krijgen. Niks al met de tijd stijgen, zittend aan het raam, denkend aan mijn naam en weten waar ik nu sta. Kijkend naar de volle maan, laat mijn emoties gaan via mijn pen of potlood met papier op mijn schoot. Pen het allemaal neer wat in me opkomt, ik wil altijd maar meer en meer. Nu staan Point, luister. Begon met rappen door mijn mattie Kenny. Teksten gingen easy, het werd meteen mijn hobby. En zo kwam ik in de story zonder money. De rap hield me bezig in die shitty dagen. Heb nooit gedeeld of bijgedragen aan ravage. Ben geen luie Garfield met nood aan een massage. Ben gewoon mezelf in deze maatschappij. Want ik heb geen kerststof of een vlindervallei. Dus leef ik op mezelf in razernij. Wil je meer horen, kom erbij. Maar je moet niet horen met je grote oren. Die horen alleen maar roken smoren. Luister met je brein naar mijn refrein. Compleet bij bewust en zonder pijn. En dan zie je wat ik ook zie. Geen geruzie of illusie, alleen poëzie van de sterkste teksten. We rappen ze, ook al zijn we niet de beste. Rappen is ons brood, we rappen tot de dood. Zetten het op papier, voor ons plezier. Dit is onze manier van uiten, om het thema af te sluiten. En daarom doe ik dit met mijn echte matties. En schrijf ik lyrics zonder enige restricties. Over koude emoties en harde opties. Niet geschikt voor softies. Onbekende label, PPM. Thumbs up, subscribe en comment. Bedankt voor jullie support. En thanks for listening. Je zult nog meer van ons horen in de toekomst. We're on. Peace out. Beat by W. Calibre.